Mannen, goed dat jullie er zijn. Ja. Hoe is het met jullie? Ja, goed. Kan eigenlijk niet beter. Dus, Met mij gaat het wel redelijk. Ik ben nog in revalidatie. Maar het gaat de goede kant op. Dus. Ja, laten we bij jou beginnen, Niek. In de voorbereiding raakte je zwaar geblesseerd. Ja. Wat gebeurde er precies? Ik maakte een tackle en mijn voet bleef eigenlijk staan in het gras. Waardoor eigenlijk al mijn been knakte eigenlijk om. Waardoor ik mijn kuitbeen brak en allemaal kleine scheurtjes in mijn enkelband had. Dus dat is wel wat minder, maar dat gebeurde eigenlijk. Dus toen ben ik 10 minuten of zo op het veld blijven liggen, mijn brancard eraf gehaald. En toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Wist je toen direct dat het een zware blessure zou zijn? Ja, ik voelde het wel dat het echt meteen een foute boel was. Maar ja, ik dacht, ik hoopte eerst op een scheurtje of zo in mijn enkelbanden. Maar ja, op foto's zag ik al snel dat het gebroken was. Hoe gaat het nu? Ja, ik ben nu al 2 weken verder, of twee maanden ben ik nou verder, bedoel ik, in het proces. En het gaat goed, ik loop weer gewoon fatsoenlijk en ben weer kracht aan het doen voor mijn kuitbenen of mijn kuitspieren op peil te houden. Dus nee, het gaat goed. Het gaat de goede kant op. En wanneer verwacht je weer echt helemaal terug te zijn? Ze zeiden 5 tot 6 maanden. Ik ben nu 2 maanden verder, dus ik denk 3, 4 maanden nog. Dus dat duurt nog wel even. Sowieso na de winterstop pas. Maar nu loop je wel op schema? Ja. Ja. Oké, mooi. Joep, dan gaan we even naar jou. Jij maakt veel minuten momenteel. Ja. Maar je ziet dat je broer aan het revalideren is. Ja. Is dat moeilijk om te zien? Ja, op zich wel. Kijk, we zijn dit jaar alle twee samen naar het eerste overgezet. En ook in de wedstrijd zou ik hem geblesseerd uitvallen. En dat is natuurlijk, als tweelingbroer zijn, is dat lastig. Want ja, je wilt toch... Dan zou het wel mooi zijn om ooit samen toch voor VV1 te spelen en samen op het veld minuten te maken. Dus, uiteindelijk kijk ik ook naar mezelf en moet ik mezelf ook gewoon blijven ontwikkelen. Ook al is hij geblesseerd, dus het is gewoon kloten. Maar het is wel soms lastig. Vooral op het begin was het lastig, maar nu heb ik het gewoon de plaats gegeven. En focus ik gewoon op voetbal. Ja, ik kan me voorstellen dat je ook vooral blij bent dat je zelf wel veel speelt nu. Ja, zeker. Ja. Ik had eigenlijk toch niet verwacht. Zeg maar. Je bent dit jaar voor het eerst bij het eerste elftal. En dan zoveel minuten al mogen maken. En ik hoop dat er natuurlijk nog meer komen. Ja, daar spreekt veel vertrouwen uit ook. Ja, zeker. Veel vertrouwen. En ik denk dat als jonge jongen dat altijd goed doet. Wat kan je nog beter doen volgens jou? Ik vind af en toe dat ik nog wel iets harder doe als zo in mag. Maar dat is volgens mij... Maar hij doet... De rest doet het wel maar goed, maar ik vind af en toe nog een tandje extra erbij of weet je wel, iets harder erin. Dat mag wel. Ja, ken je dat? Ja, wel een beetje. Ja, dat is dus een beetje het verdedigende aspect, zeg maar, wat wel beter kan. Ja, Niek, jij is een lappenmand. Hoe zien jouw dagen eigenlijk nu eruit? Mijn dagen? Ik kom dan samen met mijn broer op de club. Ik ga dan altijd eerst naar de fysio, naar Valk. Dan ga ik altijd stromen en dan koelen en eerst aan de apparaten zitten. Dan ga ik fysiek altijd... Fysiek altijd in en dan ga ik gewoon mijn krachtschema doen. En dan zijn hun klaar met trainen en dan ga ik samen met het team eten. En dan zit eigenlijk mijn dag eigenlijk zo goed als op. Ja, terwijl jij dus de hele dag binnen zit, zie je je broer wel op het trainingsveld staan en wedstrijden spelen. Maakt dat voor jou extra moeilijk? Ja, wat Joep nou heeft, dat zou ik ook heel graag willen. En kijk, als ik dan hier thuis wedstrijd kom kijken of gewoon naar training, dan... Ja, als ik daar gewoon mee op het veld kon staan dan, of gewoon weer kon voetballen, dat zou gewoon zo fantastisch zijn. Want ik mis het wel echt. Dus het is natuurlijk hartstikke mooi om te zien dat mijn broer gewoon zo het goed doet. Dus het is mooi om te zien. Ja, ben je dan ook een beetje trots als je hier op de tribune zit en je ziet hem spelen? Natuurlijk hetzelfde achternaam Munsters. Dus ik ben hartstikke trots op hem. Dus hij doet het goed. Dus komt goed.